Sono le 2 di notte. Mentre il resto degli olandesi si è appena addormentato nel proprio lettuccio caldo, l'equipaggio della Miranda P-224 si prepara ad uscire in mare. Gli ormeggi sono stati levati e si fa rotta per l'Inghilterra. Il mattino seguente, la nave raggiunge il luogo ideale per gettare le reti in mare. Nou, ik ben Tieme Klaas Wezenman. Ik ben schipper op de P224, de Miranda. We vissen hoofdzakelijk op school. Gli uomini della Miranda P224 navigano 5 giorni di seguito, con turni di 3 ore di lavoro e 3 ore di riposo. Il lavoro è duro e talvolta il mare è una vera e propria sfida. Eppure, gli uomini della P224 non chiedono altro che andare in mare e pescare platesse. Nou, ik heb een jaartje bij een Duitse bedrijf gewerkt, maar toen begon toch de zee te roepen. Maar ik mocht het eerst niet van mijn vader. Maar ja, ik ben toch die kant op gegaan en ik zal nooit zijn eerste blik vergeten dat ik voor het eerst thuis kwam, waar je zo trots als een vader kan zijn. Nel 2009, oltre il 45% di tutto il pesce offerto nelle nostre aste era costituito da platesse. Per essere sicuri di poterci godere le platesse anche in futuro, adottiamo diverse misure per mantenere sana la popolazione delle platesse e per pescarle in modo sostenibile. Ja, de netten is licht, allemaal licht spul. Er hoeft weinig tot zeer weinig kettingen. We hebben er wel een paar kettingen, maar dat is puur om die vis een klein tikje te geven. Dan hebben we net boven de keul, waar de vis in komt, hebben we een vierkant stuk netwerk in zitten. Wij noemen dat een ontsnappingsluik. Dat is puur voor de kleine vis. Dat die vis de kans krijgt om er tussenuit te zwemmen. Er snapt gewoon een veel kleine vis erin en dat is heel goed voor de populatie, dat het een beetje staan blijft. Ik ben er zeer tevreden over. Je kan hier zo perfect zien, met deze visserij. Dan heb je een lage vissnelheid. En door die lage vissnelheid in het net, de vis die gaat ook niet zo veel wollen. Hij ziet er gewoon perfect uit. Je ziet het daar gewoon een mooie slijmlaagje erop. Nee, hij ziet er echt mooi uit. Zo zou ik ze zelf ook graag op mijn bordje willen hebben. Una volta catturato, il pesce viene smistato sul ponte inferiore e messo sotto ghiaccio. Gaat dus ook mee in één. Dan gaat onderop. Dan gaat de schol. Dan gaat de slurry ijs, gaat daar bovenop. Dat meeste van ijs de zee water. Dan gaat er gelijk door de vis heen. Dan koelt het sneller af. En daar bovenop gaat een weerscherm om het af te dekken, dat het ook koel blijft. Prendiamo commiato dalla P224 e dal suo equipaggio e seguiamo le platesse fino all'asta del pesce di Scheveningen. We zijn in de visserschool in Scheveningen, waar de vis van de P224 neergezet is. De vis is gisteren aangevoerd in Stellendam. De vis is met de vrachtwagen hier naartoe gekomen en hier vannacht gesorteerd. De controleur is vanochtend gekomen, heeft daar een kwaliteitsnorm aan gegeven, in dit geval een A-kwaliteit. En we zien ook dat de sortering maar 3 is. We zien ook waarom het aan kwaliteit is. Een prachtig mooi visje, mooie oranje stippen, geweldige kwaliteit. De handelaren zijn er binnen geweest, we hebben alle vis gekeken. We gaan om 7 uur naar de veiling om de vis te kopen. I commercianti acquistano le platesse attraverso un sistema di vendita all'asta. Le rivenderanno nei loro banchi del pesce, per esempio, come intermediari per i ristoranti, forse, oppure al mercato delle esportazioni. E tutto ciò per avere alla fine una platessa sul piatto.